van onze eerste plaatsen waar we veilingen deden was in Bonheiden. En daar hadden we het idee gekregen, kijk, als we de veiling in Bonheiden doen, zouden we misschien bijvoorbeeld, om de mensen wakker te maken, ergens in Dubai, in een hotel, een livestream kunnen plaatsen, zodanig dat de mensen daar ter plaatse kunnen volgen. En we hebben daar dan in een hotel in Dubai een zaal gehuurd, mensen uitgenodigd. Er waren een 50-tal mensen aanwezig die de livestream gevolgd hebben. En regelmatig kreeg ik ook reactie van Hinter, van mensen die een keer boden. Dus er was al wat sfeer, ook in de zaal. En een maand of twee na die veiling kregen we telefoon van de sheikh van Sharjah. Dat is een deelgebied van de Emiraten. Of wij niet bereid waren om bij hem iets dergelijks te organiseren. Omdat hij dacht dat dat wel leuk was. En inderdaad, dat is daar leuk. Dat is, moet je de kast voorstellen, midden in de woestijn. S'avonds met tentjes, heel cozy. En dan zitten de Arabieren daar te bieden op de embryo's. We zijn eigenlijk al van het jaar heel snel moeten schakelen. Maar iedere keer toch erin gelukt om met live publiek te veilen. En dat is het grote voordeel, een live veiling. Maar goed, dat is mijn persoonlijk idee. Je creëert een bepaalde sfeer en de mensen weten, de veulen komt in de baan, de veilingmeester begint het veulen te veilen en wij moeten nu wel bieden of we zijn het kwijt. Met online veilingen heb je een iets ander concept. De mensen hebben tijd om te bieden en die sfeer is minder aanwezig. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening, maar ik zie dat ons systeem toch eigenlijk wel werkt. Dus de mensen kunnen online bieden. Ja. Maar dat is tijdens onze live veiling. En de mensen kunnen ook telefonisch bieden. En ik ga u zeggen, het merendeel wordt via internet of via telefoon verkocht. Het kleinste aandeel wordt verkocht ter plekke. Maar het is zo belangrijk om die sfeer daar te hebben. Met orkest, met veilingmeester, met toch publiek. En goed, dat was allemaal coronaproof. 200 mensen maximum. Maar het werkt wel. Ik vind het een zeer goed initiatief. Omdat ze eigenlijk de mogelijkheid bieden aan ieder bedrijf om zich te kunnen voorstellen. Dus ik denk dat dat wel een meerwaarde zal zijn, ook naar potentiële kopers, als ze een keer een inkijk hebben achter het bedrijf. En daarnaast, ja, het is een concept dat ook nog niet geprobeerd is. Dus ik juich dat toe, want ik heb eigenlijk we hebben geen concurrenten, we hebben allemaal collega's. Ik bedoel, als een veiling het goed doet, zeker in België, de veilingen gaan goed, dan weet je dat iedere veiling daarmee van profiteert. Dus het kan alleen maar een voordeel zijn. Dat is zo, want oké, men kan eigenlijk vandaag heel makkelijk een tool aanschaffen om zelf een veiling te doen. En oké, ik versta een hoop mensen willen dat gewoon proberen, want ze zeggen, kijk, dat loopt goed en we gaan dat ook proberen. Maar ik mag het toch niet onderschatten. Het is toch niet zo eenvoudig alsof het lijkt. De grootste probleem is, het grootste probleem is eigenlijk dat je moet zien dat je cliënten hebt en dat je klanten hebt. En klanten, dat verdien je niet zomaar, dat moet je eigenlijk wel bewijzen. En voetjes op de grond, onze veilingen lopen goed, maar iedere keer opnieuw moet het wel gebeuren. Dus je moet maken dat je een aanbod hebt van kwaliteit dat heel goed is. En omgekeerd ook maken dat je cliënteel gemotiveerd geraakt om het te kopen. En zonder cliënteel mocht je organiseren wat je wilt, maar dan kun je geen veiling doen. Dat is nog altijd het uitgangspunt. En je moet ook investeren of zaaien voordat je kunt oogsten. Dus je moet niet altijd de mode volgen. Je moet toch ook een beetje de realiteit volgen. En je hebt vandaag veel mensen die ik noem ze broodfokkers, maar gewoon papieren fokkers. Oké, dat kan allemaal zijn. Maar op lange termijn moeten je paarden ook wel een keer iets bewijzen. En ik denk toch... Het is heel belangrijk vandaag dat je kunt zeggen, kijk, ik investeer in goede lijnen die vandaag in trek zijn, maar die ook bewezen hebben dat ze producten hebben en lijnen die presteren. En het zijn toch meestal diezelfde echt goed gefundeerde lijnen die terug goede paarden geven. Maar natuurlijk, ja, dat kost ook wel wat geld. Je kunt moeilijk een merrie kopen van 8.000 en dan naar de veiling gaan en zeggen, ja, maar ik moet 10 of 12.000 hebben voor mijn veulen. Dat werkt niet. Je kunt een keer geluk hebben, maar moest het zo simpel zijn, dan hadden we 100 merries. Er zijn er ook wel, maar ik geef een voorbeeld Frankrijk. Frankrijk is eigenlijk qua fokkerij een land dat heel goede paarden voortgebracht heeft en vandaag nog. Maar dan zie je in bepaalde streken waar de fokkerij eigenlijk zeer groot was, zie je een ontvolking komen.
zie je dat eigenlijk veel van die oude fokkers ook geen opvolgers niet meer hebben. En dat heeft ook allemaal te maken met ons, laat ons zeggen, ons geografisch voordeel, dat we hier eigenlijk op een kleine hoek zitten. Hier is alle week een concours, niet één, maar 10 concours bij manier van spreken. En dan zie je, in die grotere landen, ja, moeten ze 5-6 uur rijden om naar een concours te gaan. 2 weken nadien moeten ze dan weer... Ik bedoel, al die zaken maken mee dat dat interessant wordt om professioneel te werken. Of dat men zegt, oké, ja, we gaan maar blijven aanmodderen, want ja, 6 uur naar daar en volgende dan weer 14 dagen. Dus we hebben hier een concurrentieel voordeel, gewoon door onze ligging en door het feit dat alles op een straal van 30 kilometer kunnen gans jaar hier naar het beste concours gaan. En allee, dat is iets dat men hier goed gesnapt heeft. Ik neem u Darko. We zijn nu, ik weet niet hoeveel jaar dat hij dood is, maar het is heel lang. Zelfs vandaag blijft Darko nog een belangrijke stempel op de fokkerij en ook in de sport. In veel lijnen zit nog Darko bloed. En dat was een van de belangrijkste paarden geweest is in de wereld. Ik heb zelf een 6-jarige merrie, Darko, die ik samen heb met een vriend van mij. Ja, dat is een van de beste 6-jarigen die er is. En dat is nog een echte Darko. Die is, laten we zeggen, wat antiek als je ze ziet. Maar die springt, die kan zo en die is zo goed te rijden. En ja, elk product dat we daar nu uit hebben, ja, dat is echt gewild. En die fokt ook echt heel mooi. Oh, ik heb toch veel respect voor Nick Skelton. Als je ziet wat hij gedaan heeft en terugkeert. En dan, ja, goed. In België hebben we heel veel goede ruiters gehad. En spreek ik over Ludo Philippaerts of over Jos Lansing of Dirk de Meersman. Allee, er zijn heel veel van die mensen die toch echt wel België op de kaart gezet hebben. Nee? En die dat vandaag eigenlijk nog doen. Nee? Want die trainen nu, die hebben hun zonen, die hebben dan een leerling. En je ziet dat die mensen, die blijven een waarde. Nee? Ik volg veel, maar ik volg toch dikwijls mijn eigen buikgevoel. En ik ga niet al te veel voor op lijsten en statistieken. Je moet nog altijd, en dat wil ik nog wel meedelen, je moet altijd nog het paard voor je zien. En je mag de beste papieren hebben, de beste bloedopbouw, maar het is nog altijd het belangrijkste dat je weet hoe moet er een goed paard uitzien. En dan begin je van onder, aan zijn poten, tot van boven, moet hij alles hebben om te kunnen springen. En dat kan dikwijls een lelijk paard zijn, maar als hij goed gebouwd is en hij heeft een heel goede galop, dan kan hij dat veel verder brengen dan een mooi poppetje die heel fijn is, hoogbenig, maar die macht mankeert en die veel te veel bloed heeft dat niet te controleren is. Dus, allee, ik bedoel, het paard op zijn eigen blijft nog altijd het belangrijkste.